Het ziet er echt fantastisch uit. Mooi weertje, echt zoveel volk op een kant, dat is absurd. Ik heb er echt super veel goesting in. Echt waar. Waarom is dat zo uniek? Omdat het maar om de paar jaar is. Ik weet niet juist hoe vaak, maar om de paar jaar. En zeker nu met corona is die weggevallen. Dus in mijn studententijd, mijn 5 jaar dat ik hier studeer, is het de enige keer dat ik kan meedoen. Vanaf de start van dit jaar dacht ik van, amai, de bergkans gaat hier zijn. En nu eindelijk is het zover. Dat is super. Het is mijn 50ste kantus vandaag. De Bayertrams is mijn 50ste kantus. Dus daarom die hoed. Wij zien eruit dan 50ste en 100ste en ook wij 150ste hoed. Dus vandaar deze hoed. Dat is gemaakt door mijn vrienden voor mijn 50ste kantus. We zijn echt al minstens een jaar bezig met deze volledige organisatie. Het laatste intense gedeelte, het laatste half jaar, is echt met een organisatie van 20, 25 personen. Echt heel groot. We zijn echt heel trots op wat we ondertussen al allemaal hebben kunnen verwezenlijken. Dus echt, we kunnen met trots zeggen dat we de grootste kantus ter wereld echt in goede banen aan het leiden zijn. Ik heb al heel wat kantussen mogen voorzitten in mijn leven, maar dit is nu toch wel iets anders, denk ik. Ik ben blij dat ik niet de regels moet uitleggen en streng moet zijn, dat ik gewoon liedjes mag zingen. Het is eigenlijk de grootste kantus ter wereld, hè? Ik weet het, ik ben er heel erg van bewust en de stress begint zo op te borrelen. Maar het komt goed. Het is mooi weer, dus goed ingesmeerd. Ja, dat is leuk hè, dat we dat nog eens kunnen doen. Zeker ja, na 5 jaar pas dus. Ja. Ja, eigenlijk voornamelijk het belangrijkste is dan toch het gezellig samen zijn met kameraden. Een pintje drinken hoort er uiteraard bij en dan uit volle borst meezingen. En hier zit je ook veel meer kringen, dus buiten je eigen kring, waar dan meestal een campus volgt. Je ziet eigenlijk veel meer mensen geleerd, veel meer nieuwe mensen kennen. Dat is wel heel leuk aan een bijjaardcampus.